intimiteit, daten, liefde, romantiek, flirten, zoenen, seks. Allemaal heel leuk en aardig, maar in coronatijd is dat wel een stuk lastiger op 1,5 meter. Ik ben benieuwd hoe het zit met jongeren van 30. Wij gaan checken. Wat heeft corona met jullie liefdesleven? Nou, ik heb het voor mij wel redelijk op pauze gezet eigenlijk. Online of offline flirten? Ik vind zelf online dus echt gewoon super ongemakkelijk. Het is al lang geleden dat ik zo lang... Seks. Wat heeft corona met jouw liefdesleven, met jullie liefdesleven gedaan? Het is niet zo heel veel veranderd, man. Nee? Ik was al niet heel erg van het daten of van het flirten en nog steeds niet. Mijn vriend die woont in Duitsland. Dus we hebben sowieso al op afstand contact. En door al die online dingen die er werden geregeld, konden we bijvoorbeeld eens samen Netflix op een afstand, dat normaal niet kon. Netflix party. Netflix party, ja. Of misschien bestond het al, maar er kwamen gewoon veel meer online mogelijkheden om dingen samen te doen op afstand. Dus het was voor ons een soort van leuk en voordelen. Het was wel even spannend of we elkaar nog konden zien. Maar uiteindelijk, de Nederlandse grens is nog open tussen Nederlands en Duitsland. Dus hij kon mijn kant nog wel opkomen en ik kon eerst zijn kant niet op, maar daarna liet Angela een speciale brief maken. Dus dankjewel Angela. En is het met jouw liefste? Ja, niet zoveel gaan. Dus, heb jij interesse? Naar deze leuke meid in deze groene bikini. Wat fuck? Hoe is jullie liefdesleven veranderd door corona? Bij mij is het wel het groot verschil dat je geen mensen meer tegenkomt in het uitgaansleven. Dus in het filmcafé hier of ergens anders in een bar in Utrecht. Ja, dat als iemand dan wil afspreken, dat die dan zei van ja, maar wel op 1,5 meter. En dan was ik al snel van ja, laat maar hangen dan. Nou, het is duidelijk. Offline heeft dus de voorkeur dan online flirten en daten. Ik denk dat het daarom maar eens tijd is dat ik offline op zoek ga. Kom je hier vaker? Nou, voor jou zou ik hier wel vaker komen. Kom!